Welkom allemaal weer bij de Batman Arkham Knight serie. De vorige keer ben ik deze serie begonnen en dat was echt super gaaf dat jullie allemaal zo enthousiast waren. Dus we gaan nu weer gewoon verder. Ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar de vorige keer nog. En wat, we proberen dit ding een beetje uit te schakelen. Maar dat lijkt nogal langzaam te gaan. Oké, we gaan hier in ieder geval uitstappen. En wat moeten we hier doen? Oké, Weapon Energy Diagnostics. Oké, en een training. Kijk, dat kunnen we misschien wel gebruiken. Aangezien we dit spel voor de eerste keer spelen. Charge up weapon energy. Hoe gaan we dat doen? Oké. Welke knopjes moeten we dan gebruiken? Oké, het ziet er nou uit dat er zo wel een beetje het een en ander upchargen. Op het moment dat we dingen killen. Oké, en dan kunnen we... Oh, dat is wel sick. Oké, dat was één. Blijkbaar kan je een paar raketten schieten. En dan kan je uiteindelijk een super raket schieten ofzo. Als het goed is, kan ik ze namelijk nu zo schieten. Ja, juist. Oké, we moeten nu twee upchargen. We kunnen natuurlijk dan ook gewoon de hele tijd nog schieten. We hebben in ieder geval nu bijna helemaal op een charge. Wow, die mis ik echt finaal. Ik weet niet hoe ik die kon missen. Oké, level 2 in ieder geval upgrade. En wat kunnen we daarmee doen? Four times as many targets. Wow, oké. Oh, 1-1. We need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Oh, is dat nog niet gedaan? Oké, ik dacht dat dat namelijk was gedaan. Ja, dat hebben we toch? I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Het is een beetje vreemd. Ik dacht dat ik hem namelijk al helemaal gepowered had. Wow. Oké, dat werkte wel. Beetje vreemd, in het begin ging het niet helemaal lekker, maar uiteindelijk was het al gelukt. Oké, laten we eens even die gaan uitschakelen. Ze wel stil blijven staan, anders word ik helemaal gek. Wow, is ze achter? Het is wel gaaf dat ze aangeven zo met die laserzwaard vandaan komt. Wow, die kan ik gewoon niet raken. Dat is wel erg onhandig. Whoops. Oké, we hebben in ieder geval 1 upgrade. Nog een paar te gaan. Oh, dat is blijkbaar ook weer zo'n scherm waar we niet voorbij kunnen schieten. Whoops, wat moesten we nou doen? Oké, en dan blijkbaar een paar keer 1 indrukken en dan kan je ze allemaal killen. Wow, deze tank combat is wel echt super gaaf. We hebben hem blijkbaar al complete, dus dat is in ieder geval goed. En we continuen natuurlijk. Batman, I'm seeing a transport deploying more tanks at Panassa Studios. I've warned GCPD to pull their men off the streets. I'm heading there now. Oké, zo te zien zijn er nog meer tanks gevonden. Dus die moeten eens even gaan uitschakelen. Let's go. Word, scherpe bocht naar links. Oh, het is blijkbaar wel een stukje verderop. Ik ben benieuwd hoe makkelijk je door deze stad kan reizen. Ik wilde eigenlijk binnenkort niet voor speed gaan kopen, maar volgens mij is het niet meer nodig. Nadat ik... Oh my god, wat is dit? Waar komen al deze gasten opeens vandaan? Even in ieder geval wat raketten afvoeren. Whoop. Daar zijn er nog een paar. Hier nog eentje. Oké, waar is de rest? Oeps. Het scheelde weinig. Zit er nog eentje links van me? Werkt er nou door geraakt?
kon niet met zekerheid zeggen. Wow, die was wel sowieso raak. Oké, je moet in ieder geval goed in beweging blijven. Waar is de rest? De graphics zijn trouwens ook wel echt sick van deze game. Oké, laten we doorgaan. Oh, wat? Oh, hij wilde dat we daar overheen sprongen ofzo, want hij leidde ons wel daar een beetje naartoe. Eens even kijken hoor, wat ging er net nou fout waardoor ik zo super scheef stuurde? Oké, nou, never mind. Het is echt wel gaaf om in dit spel zo te racen. Woop. Oké, ik reed gewoon die vent over. Ik vind het allemaal prima. Als het goed is, zou je hier eigenlijk ook allemaal super gave jumps moeten kunnen nemen. Maar die mis ik volgens mij telkens. Oké, laten we gaan. Moeten we gewoon hier naartoe lopen? Nee, we moeten haar meenemen. Ik wou net zeggen, want zij zit nog in de auto. Oké, de deur ging open. Lekker slim hoor. En let's go. Hopelijk gaat deze deur ook open. Ja, is dit een soort van basis van Batman? Dat zou kunnen. Of van het politiebureau, dat weet ik niet zeker. Oh my god, dat was niet helemaal soepel. Ja, dat ziet eruit als het politiebureau. Any progress with the fear toxin analysis? It's gonna take a little while longer. Drop by the clock tower when you're ready, and I'll show you what I've got so far. Who taught you to drive? Ik snap niet waar ze het over heeft met mijn autorijskunst hoor. Ging allemaal prima, vond ik. Scarecrow's gonna break you, Batman. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. Well, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh, good. Another cell. Oké, we hebben haar nu in ieder geval opgesloten. Zij ging wel uiteindelijk wel heel makkelijk mee. Eens even kijken, wat gebeurt hier allemaal? Dat ziet er allemaal erg interessant uit. Wow, oké. Waar moeten we eigenlijk naartoe? Heb ik een soort van map of zo? Ja, dit zo te zien. Oké, hier is de exit. En kunnen we ook nog een world map zien ofzo? To view your moves. Oké, ziet er interessant uit. En volgens mij heb je ook allemaal verschillende missies. En dit zijn upgrades ofzo? Even kijken hoor. Ik kon hier bijvoorbeeld op klikken. Oh, en hier kan ik upgrades doen. Blijkbaar gaan we hier levels omhoog. Een super stun kan je uitvoeren. En wat het doet, de powerful strike to deliver extra damage to your opponent and send him flying back into nearby enemies. Dat is wel gaaf. And time your next strike perfectly to double the damage of your attacks. To perform this technique, initiate your next strike the moment your current attack lands. Oké, dus dit is op zich ook wel gaaf. Maar dit zorgt wel voor dat je niet de hele tijd die knopjes gaat spammen. Maar dat je bijvoorbeeld probeert telkens op het moment dat je iemand raakt, pas weer de volgende aanval in te zetten. Wat hebben we hier? Oké, hier alle characters die we blijkbaar zijn tegengekomen. En, oh,
Ik wilde eigenlijk nog even kijken naar de map. En dat was deze. Kunnen we hier niet uitzoomen? Naar de world map? Nee. Oké, waar gaan we naartoe? Laten we in ieder geval naar buiten gaan. Oh, wacht. Screw you. Damn bureaucrats. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the latest? We've got incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. All right, let's see. First up, we've lost contact with the fire crew from Station 17. We've got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. Then there's this. It's a strange one. Body turned up. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seemed freaked out. Real nasty. Also, we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's got to be up to no good. Look, I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Good to hear. I've got a skeleton crew searching Gotham south and west. I'm gonna join him when I'm done here. We're gonna find that son of a bitch. Fernandez, it's Gordon. Het ziet er nou uit dat we hier de missies kunnen selecteren. Daar werden dus daarnet drie, ik denk een soort van side missies in ieder geval gepresenteerd. Oké, we kunnen in ieder geval de mission select kunnen we hier gebruiken. To hunting down Scarecrow. En dit is dan denk ik een soort van de hoofdmissie in het groen. En wat staat hier? Oké, dus op het moment dat je nieuwe missies hebt, komen die automatisch bij het scherm. En zo te zien, dit is dus de hoofdmissie die kunnen we volgen. We hebben daar nu al 5% van uitgespeeld, zo te zien. En hier heb je nog wat andere missies. Deze is het minst ver. Maar ik was eigenlijk wel geïnteresseerd. Ja. Laten we beginnen met de politieagenten. Daar was ik namelijk wel benieuwd naar. Wat kan ik hier dan doen? Oké. Nou, dat is allemaal een beetje high-tech. Hoef ik allemaal niet te weten. Zal wel goed komen. We hoeven niet met Cash te praten. En we moeten wel even dit gebouw uitzien te komen. Wat een groot gebouw. Even kijken, als we hier naartoe gaan, dan moeten we er wel uitkomen. Ja, gaan we doen. Dus volgens mij deze kant op. Oh, wat was dat? Het ziet er nou uit dat dit de gevangenissen zijn. Daar kwamen we door naar binnen. En dan kunnen we denk ik hier naar buiten. Juist, nu zijn we weer in de open wereld. En zoals jullie dus daar bovenin zien, is onze quest daar al aangegeven. Dus gaan we daar eens even naar kijken. Wow. Oké, okay, hij is hier 700 meter vandaan. Oh, wat? Wow. Afterburner. Oh, dan ga je veel sneller. Hier rechtsaf. Een soort, hoe noem je dat ook weer? Nitro, die je kan gebruiken. Oh, je kwam er daarnet ook vandaan. En dan moeten we hier zijn. Laten we hier eens even uitstappen. Eens even kijken, we moeten hier naar boven. Oh, wacht. Hier zijn ook gasten. Oké, nu zullen we eens even gaan kijken. Oké, blijkbaar als ze rood zijn, moet je ze dus echt ontwijken. Wow, wat? Ik dacht dat ik toch echt die knop indrukte. Soms lijkt hij niet zo goed te werken. Wat? Oké, nog even een beetje aan gewend raken zoals jullie waarschijnlijk wel zien. Maar daar komen we vanzelf uit. Wow. Wat was dat? Oh, we moeten nu met shift evaden, dat is het. Want die toets heb ik veranderd, zo te zien. Wop. En de laatste blow. Lekker in zijn face. Oké.
Combat summary krijgen we. Blijkbaar krijgen we ook allemaal X-points. We moeten hier niks looten, toch? Nee. Wat wel is dat we hier te maken hebben met de brandweerlieden die we moeten bevrijden. Of in dit geval één brandweerman. Batman. God, it's really you. What happened here? Our truck was attacked. The rioters dragged us out one by one. We were separated and taken away. Please, they're gonna kill us. I'll save your crew. Wait here. I'll get a GCPD officer to pick you up. Okay, we hebben nu één in ieder geval weten te vinden. Oh my god. Wat is... Oh nee, dit valt wel mee. Maar hoeveel waren er nou? 17? Most Wanted Progress hebben we in ieder geval een soort van skill point bijgekregen. En wat moeten we nou precies doen? Want we zijn hier dus nu nog mee bezig. Missing members of the station 17 fire crew. Oh, ik dacht dat we 17 in totaal moesten doen, maar dat is niet het geval. Maar we hebben er in de totaal dus 6. Nee, 1 van de 2. Even kijken, we hebben nu 1 van de 2 gevonden. Dus we moeten denk ik nog eentje zien te vinden. Staan die dan ergens op de map aangegeven? Of hoe werkt dat precies? Wow. Want ik zie hem nu nergens meer staan. Moet hij dan in dit gebied zijn? Nee, dit is ook niet helemaal. Eens even kijken hoor. Want je zou eigenlijk verwachten dat hier dan van alles zou zijn. Maar dat lijkt niet het geval te zijn. Oké, dat is een soort pistool die we kunnen gebruiken. Zo leren we wel toch wel elke keer wat bij. Waar is de Batmobile? Kijk, hier. Wow, wat kunnen we hier doen? Oh, no. Oké, je mag blijkbaar sowieso niet in het water komen. Of dat is niet zo'n groot probleem. Klimt hier vervolgens weer gewoon uit. Wat is precies de bedoeling? Ik hoor wel van alles wat er wordt gezegd. Maar het is me niet echt duidelijk wat de quest precies inhoudt. Want, even kijken, met V konden we kijken naar onze questlog. Oh, we moeten hem gewoon weer opnieuw trekken. Kunnen we ook meerdere tegelijk? Nee, dat kan niet. Oké. Okay. We kunnen deze even afmaken. Dat is altijd prima. Hier hebben we in ieder geval weer de auto. Waar we in sprongen als een of andere maniac. Kijken of we hier kunnen jumpen. Oh. Bijna. Net niet helemaal. En dan moeten we hier verderop zijn. Kunnen we hier tussendoor? Juist. En dan moesten we hier zijn. Kunnen we daar gewoon naar binnen rijden? Oké. Okay. Juist. Zo te zien gaan we naar beneden. Yes, it's me, your most feared nemesis, the Riddler. Congratulations are in order, for you have arrived early for this, the next generation of my riddles. I'm afraid the full particulars of my plan will have to remain unannounced for the time being. Well, I see no harm in rewarding the harmless little glimmer of initiative you have shown with a sneak peek, a preview, if you will, of the kind of conundrum I have in store. Het ziet er nou uit dat hij Snow de plan heeft. Eens even kijken waar we hier terecht komen. We gaan namelijk al een hele tijd naar beneden. En hier zijn we dan. Kunnen we hier gewoon doorheen breken? Nee. At a mechanism I have calibrated to respond to an extremely precise radar pulse. In a moment, I will give you the decrypted code, Dark Knight. Oh, but first, I think we should run through the ground rules for tonight's festivities. Rule the first. You will address... What? Whoa. We zijn daar doorheen gebroken. Very first riddle. Well done.
Eens even kijken. Welcome to my racetrack, detective. You must complete 3 circuits of this gauntlet, finishing each before the time limit expires. Het ziet er nou uit dat we eens even goed moeten gaan racen. Come now, detective. Let's put that grotesque. Wat? Oké, blijkbaar kan je zo een wheel spin en time to go. Oh, wat? Ah, oké. Okay. We moeten blijkbaar controle gebruiken om die deuren open te maken. Woop. Hopelijk was dat de goede kant. Wow, hier komen we. Oh, ik snap hem. Oké. Moet wel even goed gefocust blijven. Ik heb het idee dat we echt super sloom gaan. Of ligt het aan mij? Juist. Nee. Woe. Wow, wat wil hij dan weer hier doen? Nee, dat gaat niet helemaal goed. Oké, nog een keer. Is moeilijker dan ik dacht, dit besturen. Oeps, oké. En dan gaan we deze kant op. Ik denk dat we hier weer even zo'n dingetje moeten uitklappen. En daar moeten landen, helemaal goed. Oké. Dat was ronde 1. Juist. Gaan we straks dus een keer links. We gingen namelijk daarnet rechts. Oh, wat? Dat kan dan weer niet. Daarnet konden we daar namelijk nog wel. Maar misschien moeten we de kleuren volgen. Oh, oh, oh. Wat? Dat breekt allemaal af of zo. Dat ging gelukkig goed. En dan moeten we zo deze activeren. En dan die ander. En dan hier naar boven. En die wel even uitschakelen. Ik begin hem ondertussen door te krijgen. Het is wel super gaaf hè, om dit zo te rijden. En dan moeten we hier weer naar boven. Time to go. Die andere. Juist. Wow. Dat scheelde niet veel. En deze ook. Wow. Oh, dat is close. Oké, nu links. Waar is dat ding? Oh wacht, we kunnen ook gewoon hierop rijden. Dat ging ook netjes. Hier links. Justement, deze. Op! Op! Niet helemaal soepel. Het wordt wel elke ronde iets moeilijker, zie je. Maar ik begin ook alweer elke ronde meer controle te krijgen, merk ik. Dus even de superpower gebruiken. Juist, en de finish behaald. Kijk eens aan. We kunnen als het goed is nu nieuwe upgrades doen. Dat was wel sick, hé. Oké, we hebben hier echt heel veel upgrades waar we uit kunnen kiezen. We zijn nu... Betekent dit dat we 3 punten hebben? Volgens mij namelijk wel. Misschien willen we eerst de combat system een beetje upgraden. Oh, dit kost ook nog blijkbaar allemaal verschillend aantal punten om up te graden. Even kijken, misschien willen we deze twee doen. Increase the length of time you can wield a melee weapon grabbed from an enemy before it breaks, letting you do increased damage and attack through enemy defenses for longer. Oké, dat is wel gaaf. Je kan hier ook nog een andere. En, wow, deze is ook wel sick, maar misschien gaan we toch wel even voor deze. Oké, we zijn eigenlijk nu vooral een beetje bezig met de attack dingen, maar je blijkt ook met gadget stack, skills, bad suit, Batmobile en Batmobile, wat is. Oh, wapens en waarschijnlijk hoe die rijdt of zo. Ja, je kan zo te zien deze missies nog een keer opnieuw doen, maar dat lijkt me wel goed genoeg wat wij nu hebben gedaan. En dan is het weer tijd om naar boven te gaan. Of course it wouldn't. Still, thanks to your unrelenting desire to showboat, I now have several hundred terabytes worth of performance data relating to that latest model of rocket-powered hearse you're driving. Naturally, I shall be using this data to calibrate further challenges and trials. I'll see you soon, detective. There's a lot more to come. Ik wist helemaal niet dat dit spel zulke races had en
En allemaal dit rijden in deze Batmobile. Ik dacht dat het vooral een beetje vechten was en zo. Maar dit is wel iets heel anders dan ik had verwacht. Maar wel alleen maar super gaaf. Oké, we kunnen nu natuurlijk weer... Oh, wat? Die mensen zijn allemaal gek aan het doen omdat ze ons ziet. Zien allemaal in paniek aan het raken. We kunnen in ieder geval nu weer nieuwe missies gaan kiezen. Dat doen we volgende keer. Ik wil jullie in ieder geval natuurlijk weer allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht het zijn dat jullie nou tips hebben, want ik ben nog helemaal nieuw merk ik bij dit spel. Laat het me dan alsjeblieft weten. Ik doe mijn best om stapje voor stapje het spel meer onder de knie te krijgen. Maar zoals ik al zei, als jullie me daarbij willen helpen, sta ik daar natuurlijk altijd voor open. Allemaal super erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag volgende keer weer.